De nieuwe brugklassers moeten volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Dan ga je kijken op de markt en dan kom je bij alle scholen uit. We zijn aanbeland bij scholengemeenschap Spieringshoek. Secunda Fernandez, mooie naam. Wat is uw functie op school? Ik ben allereerst docent Spaans en ook brugklascoördinator. Nou, voor een brugklascoördinator hoop dingen te doen. Wat moet je nou regelen voor de nieuwe brugklassers? Eigenlijk van alles. Voornamelijk als ze pas bij ons op school zijn, dan gaan we natuurlijk allereerst zorgen dat ze zich ook op hun gemak voelen. Dus dat allereerst maar van alles eigenlijk. Dus de ziekmelding, als ze ziek zijn, dan met ouders spreken. Als er iets is met de leerling, noem het maar op. Eigenlijk een hele hoop. Ja. Nou, is jullie school vrij groot qua gebouw? Schrikt dat kinderen in het begin af? Nou, eigenlijk niet. Heel veel mensen vragen ons ook altijd of wij echt zo'n daadwerkelijk zo'n grote school zijn. Zojuist heb ik ook aan onze leerlingen gevraagd van, ik zie het niet als een hele grote school. Eigenlijk heel gezellig en we kennen elkaar allemaal. En onze leerlingen die voelen dat hetzelfde. Okay. Wat bieden jullie voor soort onderwijs? Wij bieden HAVO en VWO en gymnasium. Wordt dat van tevoren dan al bepaald of kom je eerst in een algemene brugklas? We hebben eerst een algemene brugklas. De gymnasiasten zitten wel bij elkaar in de klas. Maar HAVO-VWO-leerlingen zitten gewoon in een brugklas. En dan in dat jaar gaan we dus bekijken wat ze allemaal kunnen. En dan kunnen wij advies uitbrengen of het daadwerkelijk HAVO of VWO wordt. Nou, hebben ouders altijd twijfel die denken van ja, zou mijn kind dat nou wel kunnen? Wat zijn nou voorwaarden om bij jullie lekker mee te kunnen? Nou, eigenlijk voornamelijk enthousiasme. En we hebben natuurlijk, belangrijk is natuurlijk het advies van de basisschool. Hè. Je moet minimaal toch een HAVO-advies hebben. En ja, normaal gesproken dus belangrijk de enthousiasme van een leerling. En dat ze zich inzetten, dat vinden we heel erg belangrijk. Niet alleen de docenten, maar ook de leerlingen moeten zich in kunnen zetten. Nou heb je twee soorten brugklassers. Eentje die gelijk meegaat met het feest en eentje die een beetje stilletjes wordt. Het dreigt af te haken, verdriet, je kent dat wel. Wat doen jullie daaraan? Nou, heel veel. Wij hebben natuurlijk bepaalde, zoals ik, een brugklascoördinator, maar ook andere docenten die begeleiding bieden. We hebben speciale docenten die begeleiding bieden bij faalangst. We hebben een speciaal programma daarvoor. Ook bepaalde leerlingen vinden het nogal moeilijk om zich op een bepaalde manier te gedragen in een klas. Ook voor die leerlingen hebben we dus een programma, zodat zij leren hoe ze dus zich kunnen gedragen en zichzelf kunnen ontplooien. Zijn jullie nou een ouderwets traditionele school of zeg je van nou nee, wij gaan voor heel modern onderwijs en waaruit blijkt dat dan? Nee, het is namelijk zo dat wij meegaan met de tijd. We bieden niet alleen HAVO en VWO en gymnasium, maar we hebben ook speciale klassen waarin leerlingen dus in kunnen uitblinken. Zoals een technasiumklas. Wat is technasium? Dus ontwerpen en onderzoeken en dan werken ze op projectbasis. 4 uur in de week extra hebben die leerlingen, waarbij ze dus echt de mooiste creaties kunnen creëren en ook kunnen laten zien. We werken ook met andere instanties om dat tot een succes te brengen. Dan hebben we ook nog de theaterklas, dus leerlingen die het heel erg leuk vinden om toneelvoorstellingen te doen. Dan kunnen zij de theaterklas gaan doen. Dan hebben we ook nog de sportklas voor de leerlingen die heel erg van sport houden. Die klas die biedt naast de normale gym, reguliere gym, bieden ze dus speciale sporten zoals lacrosse, noem het maar op. Ze gaan een keertje, gaan ze judo of MMA of noem het maar op. Ja. Eventjes RK, Spieringhoek, hè? In hoeverre is dat RK nog te herkennen? Dat is een goede vraag. Wij hebben speciale projecten waar wij dus nog mee doen. Dus paasvieringen, waarbij dus onze rooms-katholieke geloof toch iets naar voren komt. Maar het is niet zozeer dat wij openen elke dag met een gebed. Dat is helaas niet meer van deze tijd. Nou, dan tenslotte, dit is natuurlijk een beurs. Maar wanneer is jullie eigen open dag? 15 februari. Ja. Ja. En wat valt er dan allemaal te doen? 15 februari kunnen jullie dus naar de open dag. En kunnen jullie een kijkje nemen in de klaslokalen met ouders. En alles bezichtigen. Dus elk vak komt dan aan bod. Ja. Ten slotte de allerlaatste. Hoe zou je je eigen team willen omschrijven van docenten? We hebben een geweldig team. Heel enthousiast. En niet alleen de leerlingen blijven leren bij ons. Maar ook wij blijven leren door de leerlingen. Nou, ik wens jullie ook veel leerlingen toe. Ja, dankjewel.